Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, ze zeggen het is komkommertijd, nou ik merk er weinig van, want de podcast is weer boordevol allerlei nieuws. Maar laten we eerst maar beginnen met het weer, alhoewel, ja, 37 graden. Zeewater 28 graden. Als je vanuit de koelte, de airconditioning naar buiten gaat, is het net of je in een soort overloopt. Warme deken, hele warme deken komt over je heen. Maar het is normaal weer voor de tijd van het jaar en het zal zo blijven. Tot in ieder geval eind augustus, medio september. Temperaturen zullen dan wel in die tijd iets zakken, maar het blijft lekker weer. En vandaar ook met het zeewater 28, 29 graden, dat er zoveel kwallen zijn, dat hoort ook in deze tijd. En die zijn dan, met een dag of 10, 12, zijn ze weer allemaal weg. Joods.nl, voordat ik u ga zeggen wat daar allemaal in staat, want dat staat ook weer boordevol nieuws. Wij van Joods.nl staan ook in het nieuws en wel bij CIP. Heel leuk om te zien dat ons artikel, of artikelen moet ik eigenlijk zeggen, over het Israël Productencentrum in Nijkerk. U weet wel, dat moest van het ministerie van Economische Zaken, moesten de Israëlische producten gelabeld worden, wat zij logischerwijs ook niet doen. En daar hebben wij een artikel over aangeweid en we hebben een aantal dagen later een oproep gedaan om vooral nu bij het Israël Productencentrum, u kunt het online doen of anders gaat u naar Nijkerk, Israëlische producten te kopen, variërend van wijn, allerlei soorten wijn uit Israël. Ze hebben make-up producten, producten uit de Dode Zee, specerijen, nou ja. Voedselproducten, noem het maar op. Alles is daar te koop. Ook boeken. Daarna hebben wij contact gehad met het Israël Productencentrum. En het bleek dat hun verkoop enorm gestegen is. Dankzij onze oproepen en artikelen. Nou, en het CIP, de christelijke online nieuwskrant, om het zo maar eens te noemen, die wijdt hier een heel artikel aan. En het is altijd leuk om dit soort respons dus te krijgen. Dus we zijn daar best wel een beetje trots op. Wat staat er vandaag in Joods.nl tot nu toe? Want er kan altijd in de loop van de dag nog wat bijkomen. In ieder geval een heel ontroerend en mooi lied. A Mother's Cry. Een lied gezongen door een grote groep bekende Israëlische zangers en zangeressen. Een lied over en voor de terugkeer van het lichaam, het stoffelijk overschot van Hadar Goldin. U weet, een van de twee Israëlische soldaten die 5 jaar geleden tijdens de Gaza-oorlog zijn omgekomen in een tunnel van Hamas. Hamas heeft toen die twee lichamen naar Gaza overgebracht en weigert ze terug te geven aan Israël of aan de ouders. Dit is een bijzonder mooi lied. U zal moeite hebben, denk ik, om uw ogen erbij droog te houden. Ga het maar even luisteren op joods.nl. Dan, gisteren is bekend geworden dat de commissie Joodse erfpachtengoeden in Amsterdam uit de 125 aanvragen 52 Joodse projecten heeft goedgekeurd. En die gaan dus delen in het door de Amsterdamse gemeenteraad in der tijd beschikbaar gestelde 10,4 miljoen euro. Voor onterecht tijdens de Tweede Wereldoorlog geïnde erfpacht van Joden die omkwamen in de concentratiekampen. En waarvan de gemeente Amsterdam vond dat de leegstaande huizen die in bezit waren genomen door niet-Joodse Amsterdammers en die ook het meubilair van die mensen hebben gebruikt, daar werd erfpacht op geheven. Nou, dat kan natuurlijk niet. Mensen kunnen geen erfpacht betalen als ze vermoord zijn in de concentratiekampen.
Budget wordt verdeeld over 5 verschillende categorieën. Dat is educatie, daar gaat ruim 1,6 miljoen naartoe. Welzijn en zorg, ruim 2,6 miljoen. Jongeren, ruim 1,6 miljoen. Voor Joodse religie, bijna 2,4 miljoen. En erfgoed en cultuur krijgt zo'n 2,1 miljoen euro. Het zijn dus allemaal Joodse organisaties. Het geld gaat onder meer bijvoorbeeld naar een seminar voor de Amsterdamse politie en het Openbaar Ministerie in Yad Vashem. Daar kunnen ze meer leren over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Dat helpt misschien bij het strenger straffen van antisemieten. Excursies naar Auschwitz voor Amsterdamse docenten. TED Talks. Een derde Joodse studentenhuis, dat is echt nodig in Amsterdam. Het opleiden van voorzangers, moet ik eigenlijk zeggen, de gazans. De aanschaf van torarollen voor een aantal synagoges, en die zijn heel duur. Vernieuwing van het kindermuseum, van het Joods Historisch Museum en het Joods Hospice. Krijgt ook extra geld om hun werk, de begeleiding van Joodse mensen die stervende zijn, om dat uit te breiden. Dat geld komt dus aan de Joodse gemeenschap toe als tegemoetkoming voor de geïnde erfpachtkanons in de oorlogsjaren. Zoals ik zei, de meeste Joden zaten toen in de onderduik, maar eigenlijk de meeste in de concentratiekampen waar ze werden vermoord. En er keren maar een paar duizend Joden uit kampen terug. Er is ook aan de andere kant verzet tegen het uitkeuren van het bedrag aan al die Joodse organisaties. Omdat ondanks wat eerder werd gezegd, dat uitbetaling aan individuen technisch niet mogelijk zou zijn, dit in de praktijk wel kan. En hoe kan dat dan? Nou, heel simpel. Zoals Ronnie Nathaniel onder andere zegt. Een deel van het uitzoekwerk is al verricht. Want anders kan je het bedrag wat je moet restitueren, van restitutie dus, niet samenstellen. En ook Hein Bloks, een oud bankier, oud directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken en deskundige op het gebied van de Joodse tegoeden, die zegt dat individueel terugbetalen van de bij Joden geïnde erfpacht over de oorlogsjaren wel mogelijk is. Dat geldt voor alle gevallen die bekend zijn uit de dossiers die werden geraadpleegd om de erfpachters die de boetes hadden betaald, de boetes terug te betalen. Blok zegt dit al eerder te hebben gemeld aan de inmiddels overleden burgemeester Van der Laan. Maar Van der Laan wilde dat niet. En de gemeenteraad dwong dat niet af. Nou kan je natuurlijk zeggen, ja, die 10,4 miljoen, dat komt nu aan de hele Joodse gemeenschap te goede. Ik denk dat dat gedeeltelijk maar waar is. Er zijn nog zat mensen in leven en zeer naaste familieleden in leven die in aanmerking komen voor een bedrag. En als dan toch in een paar honderd gevallen, want dan gaat het om zo'n 300 gevallen, bekend is wie daar recht op hebben, dan zou ik zeggen, keer dat dan aan deze mensen uit in plaats van aan de Joodse organisaties. Want ik heb de lijst gezien en er staan een aantal organisaties op die ik nooit heb gekend. Of ze nou zijn opgericht plotseling om in aanmerking te komen voor geld uit dit potje. Ik weet het niet, maar ik ken ze niet. En ik heb die lijst gedownload, ik kreeg hem toegestuurd. En ik moet u echt zeggen, daar staan organisaties op die echt tienduizenden euro's krijgen. Waarvan ik zeg, nou, ik vraag me af of deze organisaties, Joodse organisaties, in de Joodse gemeenschap wel bekend zijn. Dus ja, het is een beetje dubbelzinnig. Aan de ene kant is het natuurlijk goed dat de gemeente Amsterdam zegt, nou oké, wij hebben een fout gemaakt en we gaan dat, ook al is het ruim 70 jaar later, terugbetalen. Aan de andere kant kan je zeggen, ja, als je nou toch precies weet om wie het gaat,
ga dan eerst deze familieleden benaderen en geef hun het geld. En dan kunnen zij beslissen wat ze ermee doen. Of ze het houden of aan een Joodse organisatie of andere organisatie ter beschikking stellen, helemaal of gedeeltelijk. Maar ga niet dwingend zeggen van nee, jullie krijgen niks, wij geven het aan Joodse organisaties. Dit is mijn mening en u hoeft het daar niet mee eens te zijn. Maar ja, u moet maar even lezen op joods.nl, dat artikel. Daar staat ook een link bij naar een interview met een familie die eigenlijk hetzelfde zegt, de familie Kosman in Amsterdam. Dan wat nog meer op joods.nl. Wel, er is een Israëlische start-up die heeft het wiel opnieuw uitgevonden. Maar niet op een manier die u verwacht. Want wat heeft de Israëlische start-up RI namelijk gedaan? Die heeft een revolutionair nieuw ontwerp en uiterlijk onthuld voor elektrische auto's. Of elektrische voertuigen moet ik eigenlijk zeggen. Waarin alle klassieke componenten van de auto, zoals de motor, het stuursysteem, de remmen, de wielophanging, is allemaal verplaatst vanuit de motorkap naar de wielen. Die zitten in de wielen. Dit helpt en daardoor krijg je dus een volledig vlak chassis. Zeg maar zo'n soort, ja, het lijkt op een skateboard. U moet maar even kijken op de foto's op joods.nl. En daardoor wordt dat hele chassis veel veelzijdiger. Je kan allerlei vormen auto's op dat chassis plaatsen. Van gewone auto's, sportauto's, SUV's, vrachtauto's, bestelauto's, noem maar op. En dat is een essentieel succes voor elektrische auto's, omdat je daardoor ook het gewicht verlaagt. Dus nu al die, nu de motor, de stuurinrichting, de wielophanging, de aandrijflijn, de sensoren, de remmen, de thermische systemen en elektronica strategisch zijn geplaatst in de wielen, kunnen fabrikanten, ongeacht welk merk, hetzelfde platform of autoframe gebruiken voor allerlei type carrosserieën, zoals ik zei. En dit zal de noodzaak voor meerdere platforms voor verschillende voertuigen elimineren, wat resulteert in een aanzienlijke besparing. En dat zou wel eens op kunnen lopen tot zo'n 20 miljard in totaal bij de ontwikkeling van auto's. Het maakt ook 67% meer ruimte vrij en vermindert het voertuiggewicht dus met 33%. En dat is nogal wat. En ja, dat is inderdaad revolutionair te noemen. Ga het maar lezen op joods.nl en bekijk de plaatjes. Ook op joods.nl een video over de restaurantketen Benedict. En wat is daar nou bijzonder? Nou, die 24 uur per dag kan je daar alleen maar een ontbijt eten. Met andere woorden, zoals een van mijn volgers antwoorden, dan ben je dus altijd op tijd op. Ja, inderdaad. Het maakt niet uit of je nou 's morgens om 7 uur komt, 's avonds om 7 uur of 1 uur in de nacht. Je krijgt je ontbijtje zoals je het wil. Forbes heeft 50 Israëlische powerwomen in het zonnetje gezet. En deze vrouwen, deze 50 Israëlische vrouwen, die er, moet ik zeggen, nog ja, zonder uitzondering allemaal zeer goed uitzien. Die hebben een hele grote invloed in Israël. Het zijn vrouwen die managen grote bedrijven waar duizenden, tienduizenden mensen werken. Het zijn vrouwen die baanbrekende technologieën uitvinden. Het zijn vrouwen die vormgeven aan de Israëlische cultuur en samenleving. Het zijn vrouwen die in de medische wetenschap enorme uitvindingen doen op gebied van kankerbestrijding, onder andere. Het zijn vrouwen, overheidsfunctionarissen, hooggeplaatste bankmanagers, artsen, onderzoekers, zakenvrouwen, sociale activisten, R&D-managers, journalisten en plaatselijke beroemdheden. Ga het even bekijken op joods.nl. Er staat een link naar het volledige artikel, plus een link waar u alle foto's en beschrijvingen van ieder van die 50 vrouwen kunt lezen. Dan, ja, er is weer een verhoor uitgelekt van Netanyahu. En deze is wel heel grappig eigenlijk, moet ik zeggen.
Want in dat verhoor merkte Netanyahu op dat de man die hem voor honderdduizenden dollars aan sigaren en champagne zou hebben gegeven, maar dat blijkt achteraf op verzoek van Netanyahu en zijn vrouw, die voorzag ook andere, zei Netanyahu, van honderden sigaren. Onder andere Yair Lapid, u weet wel, een van de leiders van Blue and White, de nieuwe partij die misschien Likud het nakijken gaat geven. Maar wat wil het feit nou? Netanyahu heeft dat dus gezegd, maar Yair Lapid zegt, sorry, dus wat zou ik aan sigaren hebben? Een beetje doorzichtig is het wel. Gisteren was er al een verhoor gelekt, letterlijk verhoor via de televisie, waarin Netanyahu zich opeens beriep eigenlijk op een soort geheugenverlies, want hij kon allemaal niks meer herinneren. Het zou allemaal wel mogelijk zijn geweest, maar hij wist het allemaal niet meer. Terwijl hij toch over een uitstekend geheugen beschikt. Ja, en dan heeft Netanyahu als interim minister van Onderwijs een voormalige legerrabijn benoemd. En wat krijg je met dit soort figuren die dus geen politicus zijn, maar rabbijn? Hij gebruikt het woord holocaust wanneer het hem uitkomt. En vooral als het om niet-religieuze joden gaat. En waar ging het nu om? Het ging nu om het feit waar hij als minister van Onderwijs niets mee te maken heeft. Het ging over het feit dat er veel Amerikaanse joden met niet-joden trouwen. Nou en? Mag dat opeens niet? Nou, hij vindt dat dat niet mag, want dat is een soort tweede holocaust. Nou echt, dit soort figuren, je wil ze niet hebben als minister, geloof mij maar. Lieberman was ook weer in het nieuws. En dat ging nu over dat onderzoek wat een jaar of acht, negen geleden tegen hem opeens werd stopgezet. Onderzoek naar grote fraude in de miljoenen zou dat hebben gelopen. Maar dat werd plotseling stopgezet. En wat blijkt nu? Nu komen er allerlei bewijzen naar buiten. Tijdens dat politieonderzoek werden de mensen die erbij betrokken zijn, zoals de openbare aanklaagster in die tijd, die zegt, ja, ik kon geen stap verzetten of ik werd wel gevolgd door iemand met een typisch Russisch uiterlijk. Ook politieagenten die bij dat onderzoek betrokken waren, bevestigden dat. En nu wordt er gekeken naar de mysterieuze dood van drie hele belangrijke getuigen. Eentje zou zelfmoord hebben gepleegd, maar men vraagt zich af, hoe kan dat als hij twee kogels in zijn hoofd heeft? Als je zelfmoord pleegt met een pistool, dan schiet je één keer. Want de tweede keer, dan ben je al dood. Hij heeft twee kogels op bijna dezelfde plek. En anderen kwamen ook onder zeer verdachte omstandigheden plotseling om het leven. Iemand die kerngezond is op maandag en bijvoorbeeld maandagavond opeens een hartaanval heeft. Terwijl de man daarvoor kort medisch onderzocht was en volledig gezond was. Heel raar verhaal, staat op mijn timeline, u moet het maar even lezen. Na opmerkingen eerder van Netanyahu kwam nu ook gisteravond het Israëlische tv-kanaal 12 met het nieuws dat Israël in de afgelopen jaren zo'n 50 terreuraanvallen in tientallen landen zou hebben verijdeld. Ook in Turkije zelfs, waar de banden nu niet echt goed mee zijn. Het zou mogelijk verband houden met al die publiciteit, want de Mossad was eigenlijk nooit zo in het nieuws. En de geruchten, de theorie in Israël gaat nu dat het mogelijk is dat de huidige Mossad-baas Yossi Cohen, die nogal dicht bij Netanyahu staat, mogelijk als Netanyahu weer aan de macht zou komen als premier, minister van Buitenlandse Zaken zou worden. Die mogelijkheid zit erin. Hij reist nu ook namelijk erg veel. Een hoge pief van Google, die hier Israëlische start-ups begeleidde, die heeft dat een aantal jaren gedaan. En Google heeft een programma waarbij je dus als start-up zeg maar alle medewerking krijgt van Google, maar dan ook een stuk van je werk aan Google moet wijden en moet geven. En die man zegt, wat mij bevalt in Israël,
Israëlische start-up ondernemers hebben een durf mentaliteit. Nou, ik zou het eigenlijk willen zeggen op Syrische godsmentaliteit. Want men doet gewoon dingen waarvan je eigenlijk denkt, ja, maar dat kan helemaal niet. En het gebeurt. En het lukt. En zo zijn ze succesvol. Amnesty International is weer ook lekker bezig, want die hebben niets anders aan hun hoofd dan Palestijns, bezet Palestijns grondgebied. Alsof dat ooit heeft bestaan. Want die willen nu dat TripAdvisor niet meer werkt op de Westbank voor Joodse settlements daar. Want dat is in strijd met de belangen van het Palestijnse volk. Want het is allemaal bezet Palestijns gebied. Nou, Amnesty International, ga ze eerst je huiswerk doen. Het was Jordanië die het bezet hield tussen 48 en 67. En meneer Arafat, een Egyptenaar, die in Tunis in 1964 opeens op de proppen kwam met Palestijns gebied en Palestijns volk. Ik zou zeggen, Amnesty, ga het eens even nalezen. Gisteravond hield Hamas plotseling een hele grote oefening, eigenlijk de grootste die ze ooit hebben gehouden, in Gaza. En ze hebben heel Gaza, sloten ze af, van de buitenwereld. Zelfs de vissers mochten gisteravond niet met hun boten de zee op. Of dat nou was in reactie op het vinden door Israël van die Hamas-tunnel, of dat het te maken had met... ja, zeg maar, een beetje dreigen. Je weet het niet. In ieder geval, ze hebben weer hun drill gehad. Daarbij komt dat vanmorgen een of andere commandant van Hamas zei... Nou, wij zijn er klaar voor bij een volgende oorlog tussen Israël en Hamas. Zullen wij als eerste meteen alle nederzettingen, Joodse kibbutzim en moshavim... langs de grens, dicht bij de grens en steden zoals Sderot, meteen innemen. En we weten trouwens ook van minuut tot minuut waar de Iron Dome staat opgesteld. Nou, dat is niet zo moeilijk, want als je naar Zuid-Israël rijdt op dit moment, dan zie je die Iron Dome gewoon staan. Daar wordt helemaal niet zo geheimzinnig over gedaan. Dus daar hoef je niet eens moeite voor te doen. Als ik nu naar Sderot zou rijden, dan zou ik de Iron Dome tegenkomen. Dan, sorry, Boris Johnson, ik neem even een slokje water. Boris Johnson, die zegt, ja, ook als ik premier zou worden, wat ik hoop, zegt hij, dan blijf ik Israël bezoeken. Hoe vaak ik maar kan. Ik blijf terroristengroeperingen verbieden, zoals Hezbollah, Hamas. En ik blijf de Palestijnen aanspreken over de betaling aan terroristen en hun families. Nou, dan weten we tenminste wat we aan Boris Johnson hebben. Iedereen weet, Boris Johnson, ja, hij is een fan van Israël. Hij komt hier graag en hij is recentelijk nog geweest. En dan, het GroenLinks-lid... Alireza Taimourizadeh. Het is een moeilijke naam. Klinkt niet echt als een Nederlandse naam. Maar in ieder geval, dat GroenLinks-lid, dat had een aantal antisemitische uitlatingen weer gedaan. En ja hoor, het is in Israël ook volop in het nieuws. GroenLinks, bekend in Nederland, maar nu ook in Israël, vanwege zijn antisemitisme. Ik zou zeggen, GroenLinks, wees er trots op. Want de manier waarop GroenLinks dit hele zaakje heeft aangepakt, slaat natuurlijk nergens op. Ze hebben gezegd afgelopen maandag, het is ongepast. En daar blijft het dan bij. En meneer Alireza, die kan dus doen en laten wat hij wil. En die blijft gewoon gemeenteraadslid in Arnhem. En blijft zijn antisemitisme spuien. En dan als laatste onderwerp, gisteren. Stond er opeens in het CD-nieuws het nieuws dat meneer Bram Ooyenk, die vindt een boycott van Israël verdedigbaar. Hij zegt in het clubblad van GroenLinks,
De linkerwang heet dat en daar kunt u het in nalezen. Daar zegt hij, ja, het zou misschien niet verstandig zijn, maar er is wel voor te pleiten om dit middel te hanteren. Daarom ondersteunde hij ook de motie tegen het verbieden van BDS op het partijcongres van GroenLinks. Waar hij in een interview met het NIW recentelijk had gezegd dat hij tegen de BDS is, blijkt hij nu dus opeens voor te zijn. Ook Jesse Klaver kan je dus niet meer vertrouwen, want Jesse Klaver heeft gezegd, Wij moeten niks weten van de BDS en wij steunen die absoluut niet. Maar ondertussen staat in het clubblad van Jesse Klaver dus heel duidelijk dat GroenLinks inderdaad voor een boycot van Israël is. Ook de internationale Holocaust Remembrance Alliance, de IHRA, die heeft GroenLinks niet ondertekend, deze internationale antisemitisme-definitie. Daar wil GroenLinks niet aan meedoen, daar willen ze niets van weten. Nou, wat we dus al wisten over ik zou het noemen antisemitisme van GroenLinks, het haten van Joden, het boycotten van Israël. Nou, duidelijker dan in hun clubblad kan het niet staan. En u zou het eigenlijk gewoon even moeten lezen. Het is een vies blaadje, dat de linkerwang heet dat. U kunt het zo opzoeken online. Vies blaadje. Ik zou het eigenlijk, ik zou het niet dagelijks gaan bekijken. Maar goed, dan kunt u dus lezen dat meneer Bram van Ooyek inderdaad voor de BDS is. Dit gezegd hebbende, ja, loop ik alweer tegen het eind van mijn podcast. En rest mij u nog een fijne voortzetting van deze woensdag, de 10e juli, toe te wensen. Ja, het is alweer 10 juli, de tijd gaat snel. En wat mij betreft zeg ik, tot ziens, tot morgen.